Het is wel erg, want het is toevallig onze school en ik had nooit verwacht dat iemand dat het bij ons zou gebeuren eigenlijk. Zulke dingen gebeuren ook niet bij ons op school. Oh ja, blijkbaar wel. Ja, misschien voor dit keer. Maar ja. Wat betekent dat nu voor jullie? Want jullie zitten hier op school, jullie willen straks een diploma halen. Ja, maar ik denk van, ja, ik weet het niet. Het is best wel erg als iemand vraagt van, ja, welke school zit je? Ik wil gaan doen. Oh, daar waar de examens zijn gestolen. Ja. En straks, als je een diploma hebt van deze school en je wil een baan vinden? Gaat het wel moeilijker, volgens mij. Ja, toch, ik blijf op deze school. Wat er ook gebeurt, ik blijf op deze school. Ja, waarom? Omdat mijn school is, het is islamitisch. Ik ben op deze school gekomen omdat het islamitisch is. Als twee leerlingen iets doms doen, betekent niet dat wij zulke dingen ook doen. Want zulke mensen zien dat, zeg maar, denken van, oh ja, iedereen doet het daar zo. Er wordt zeker vaker gestolen. Wat gaat er nu gebeuren, denk je, vandaag? Gepraat worden. Raden wie het zal zijn. Ik heb geen idee eigenlijk. Want er is al over gepraat, denk ik, de afgelopen dagen, of niet? Ja, op school wel. Wat wordt er dan gezegd? Ja, moet ik gaan.